Leuna. Guarda Pico. Eso, así es. Y hacerlo grandecito, Johnny, para que se vea el hueco. Que él pueda ver. Eso. Costa Rica. Spaans voor rijke kust. Ligt in Midden-Amerika tussen Nicaragua en Panama. Het land telt 4 miljoen inwoners en is net iets groter dan Nederland. Aan de zuidkust van Costa Rica ligt een uniek natuurgebied. Dit gebied kent een bijzonder hoge biodiversiteit. Het wordt echter bedreigd door steeds verdergaande ontbossing. Het International Tree Fund werkt samen met de Costa Ricaanse organisatie Arbofilia om dit tegen te gaan. Dit gebeurt door het overgebleven nevelwoud op de bergtop Turubares, het natuurpark Carrara en de mangrovebossen aan de kust weer met elkaar te verbinden. Dit heet het Corridorproject. In de toekomst zal deze corridor van het gebied weer één geheel maken. Al vanaf 1976 is Arbofilia een samenwerkingsverband van een groot aantal boerenfamilies uit de omgeving van Carrara. Arbofilia richt zich op activiteiten op het gebied van verantwoord bosgebruik, bescherming van waterbronnen en herbebossing. Miguel de Soto Cruz is een van de oprichters van dit collectief. We are surrounded by many tiny pieces of forest. And wildlife and wild animals have almost no place to go. Just be inside a tiny, small spots of forest. Mm-hmm. So when someone comes to the little forest, the Carrara National Park, it's a tiny, it's a small spot of forest. You see many animals there. And people think that there's a lot of wildlife here. But the remaining forest is less than 5% of the landscape. Mm-hmm. Lo importante de esta zona es que ha sido una zona de transición, una zona de donde se mezcla el bosque tropical seco del norte con el bosque tropical húmedo del sur. Pero podemos encontrar especies de más altura, ¿verdad? Por ser las partes más altas y más antiguas. Op de toppen van het gebergte ligt het koele nevelwoud. De mist is voor de watervoorziening van de bomen belangrijker dan de regen. De regen die in de wolken gevormd wordt, valt op de hellingen van het gebergte. Hier bevindt zich het bergbos. Het bos werkt als een spons waardoor het water niet in één keer naar beneden stroomt. Hierdoor hebben de riviertjes het hele jaar door voldoende water, wat zelfs schoon genoeg is om te drinken. Aan de voet van de bergen ligt het regenwoud van Carrara. Hier is het warm en vochtig. De bomen zijn hier dan ook veel hoger dan in het nevelwoud. De rivier de Tarcoles vormt een scherpe overgang naar het droge, hete gebied. Van oorsprong was dit bedekt met droog bos. Er is erg weinig van dit droge bos over. Het is gekapt omdat dit gebied geschikt bleek voor de landbouw. Dicht bij de kust beginnen de mangrovebossen. De zee overspoelt dit bos bij vloed. De bomen hebben luchtwortels om te kunnen overleven in het brakke water. Het gebied is een natuurlijke kweekvijver voor allerlei vis- en garnalensoorten. Porque ese sistema hace 40 años era un sistema integrado. Era integrado los árboles de altura con el mangle. O sea, tenían solo un solo sistema. Con la expansión de las personas del Valle Central hacia las montañas, llegó el momento en que eso fue partido, fue separado. Porque estas personas buscando tierras cortaron, dejando lotes. Zo vernietigden de mensen ook de nesten van de wilde bijen. Zij zijn echter belangrijk voor de bevruchting van bomen en planten. Het verdwijnen van de bijen brengt de voortplanting van veel bomen in gevaar. We have been here up to 20 years, and there are like
maybe 20 species of trees that are very endangered. We have not seen seeds of them in years. One of the trees, the people here name it Coyolillo. Very rare, because people obviously hunt the tree, you know, because of the valuable timbers used for fencing. So, and one of the, I mean, maybe the main, the worst, or maybe the best hunter of this region, he was used to hunt every day in the park. Mm-hmm. And here in Orlando too. And one day I was going by horse up the highland and I saw him on the way. And we start talking about the trees. And he said, you know what? I know where there's a big coyote tree with seeds now. Hey, why don't we go and take the seeds? And then we make it, you know, an arrangement. He started a tree nursery at his house. And he was the first person in this region who started the tree nursery with the seedlings. Inmiddels begeleidt Arbofilia meerdere kwekerijen bij boeren thuis. Deze zijn met steun van het ITF tot stand gekomen. ¿Qué tiene? Es una fruta de castaña. Esta fruta es de la zona. Es comida por muchos animales y gente, como es el tepezcuintle. Okay. Para cocinarla es muy fácil, o para comerla. Se usa en muchas cosas, ¿verdad? Pero no necesita de mucho cuidado. Simplemente de que cuando el palito se siembra, que esté limpio y abonado, por supuesto, para que se críe. Después, ya nada más es ir a recoger la fruta. In de kwekerijen worden vele verschillende boomsoorten gekweekt om straks een gevarieerd bos te kunnen planten. Esos arbolitos pasan como 5 veces por la mano de uno. Mientras los siembra, los limpia, los carga, muchas veces hay que manipularlos. Y ese es el proceso de recuperación. Por eso que es caro. Caro y lento. ¿Verdad? ¡Trabaje, trabaje! No se caiga, no se caiga. Trabaje y hable menos. No está ganando botones. Está ganando plata. Con el corredor hemos hecho la primera etapa, ya hace un año casi, de comprar algunas tierras para ir uniendo. Arbofilia koopt deze stukken land met steun van het ITF. ¿Cuál es el objetivo de esta tierra aquí? Una es proteger el parque. Protegerla, ¿verdad? Porque al estar esta tierra aquí, ya no va directamente a atacar el parque. Después, proteger la fuente de agua de la comunidad del sur. Esas son las dos partes más importantes para el corredor tener esta tierra aquí, en este lugar. Si lo sembramos en medio de la vegetación, como ese lado, la vegetación es más agresiva y entonces va a atrapar el árbol y muere. La idea de carrilar, dejar un espacio de 2 metros o 3 metros sin cortar, es para evitar la erosión, como protección del lavado del suelo por medio de las lluvias, ¿verdad? Entonces esta es una de las mejores prácticas y más rápidas y de mejor protección. La escena ahí la acomoda después. We have to, you know, protect the spots that contain the highest rate of biodiversity.
And at the same time, we have to deal with people and and help them to realize the many services, the many benefits they get from the corridor. Er kan geld worden verdiend met ecologisch verantwoord toerisme en producten uit het oerwoud, zoals vruchten en honing. De corridor vormt verder de enige bron van drinkbaar water in de regio. When we first came here, this little river was full of trash. Juan and me and another, we picked batteries, washing machines, thousands of plastics, cans, glasses. People, they were used to drop things in the river. We took, the first 2 months, we took 400 bags of trash from the river. We did it for 10 years without stop. And after 10 years, when the visitors came here, they said, oh, what a nice community, it has a very clean river. And the people here, they start listening. And then they felt proud to be in a clean place. And now they don't throw trash in the river. They have trash containers in the village. And this is a big change without very expensive environmental education, without much, just doing it. No sé. Pienso que ahora los vamos a ir a sembrar, no sé si quieren sembrar más de esto en la propiedad o es cosa de ustedes. We can protect wildlife in certain spots like the park do or supposed to be doing. We can, you know, be more sensitive to the environment. We can have tree nurseries, or we can plant trees to feed the macaws. But as long as there's no spirituality based in local motivations, there won't be hope, because people don't have the connection. And we have to restore the connection between people and their landscape. And this can only be done by creating a culture that belongs to the landscape. So, and this is the real challenge.